Oké, dan lieve mensen, nu we op deze prachtige plek aangekomen zijn, denk ik dat het tijd wordt om jullie wat te vertellen over de Spirit Molecule, oftewel DMT. Wat ziet u, lieve mensen? Ik ben 7 jaar geleden ben ik van een dak afgevallen. En dit is eigenlijk ook de reden dat ik deze tocht ben gaan lopen. Ik heb een bijna doodervaring gehad en de doktoren zeiden eigenlijk dat ik nooit meer zou lopen. En op dat moment, tijdens deze bijna doodervaring, heb ik een gesprek gehad met onze lieve Heer, met God. En God vertelde mij dat ik terug zou keren en dat ik een keuze moest maken tussen goed of slecht. Eigenlijk tussen liefde of angst. En lieve mensen, ik heb de keuze gemaakt om te gaan voor liefde, voor de rest van mijn leven. En na deze bijna doodervaring, lieve mensen, ben ik iets gaan doen. Ik ben namelijk gaan uitzoeken wat het inhoudt om te sterven voor God. En ziet u, lieve mensen, het is zo. Dat als je sterft voor God, dat je een DMT in je derde oog aanmaakt. En deze DMT is vergelijkbaar met het moment dat je sterft. Maar ook, lieve mensen, met het moment dat je deze aarde gaat verlaten. Of dat je eigenlijk op deze aarde kwam, als een foetus. Het is namelijk zo, lieve mensen, dat ik uitgezocht heb wat DMT precies is. En DMT is een stofje die werkelijk waar overal in zit. Het zit in deze stenen. Het zit zelfs in het kleinste stukje gras. Maar er vindt een explosie aan DMT plaats op het moment dat je sterft en op het moment dat je geboren wordt. Op het moment dat er aantoonbaar in het vrouwelijk lichaam, in het foetusje, het hartje gaat tikken en het bewustzijn aanwezig is, dat is precies het moment dat deze explosie aan DMT vrijkomt in het vrouwelijk lichaam. Je zou dus kunnen zeggen, lieve mensen, dat alles op deze wereld DMT is. Er is niets wat geen DMT is. We hebben gras wat DMT is. Zelfs deze stenen muur is DMT. En ik ben ook DMT. Dat wil zeggen, lieve mensen, dat we dus één zijn met deze wereld. Wij zijn één. Alles op deze wereld is één. En op het moment dat bewustzijn zich manifesteert, is er een explosie aan DMT die vrijkomt, waardoor ik gemanifesteerd of gecreëerd word. Nou, lieve mensen, dit gegeven vond ik zo fascinerend. Dat ik ben gaan zoeken naar DMT, maar vooral naar hulpmiddelen. Om te verklaren wat er gebeurd is. Want lieve mensen, een bijna doodervaring is natuurlijk heel erg heftig. En ik ben gaan zoeken in het shamanisme. En daar heb ik gevonden wat ik zocht. Wat ziet u, lieve mensen? DMT wordt ook in bepaalde plantmedicijnen gebruikt. Noem bijvoorbeeld ayahuasca. Of noem bijvoorbeeld truffelceremonies. Dat soort dingen. En deze gaven me eigenlijk steeds dezelfde insights. En daarvoor, lieve mensen, ga opzoeken wat deze DMT voor jou betekent. Het is namelijk de Spirit Molecule. En dat wilde ik even met jullie delen. Halleluja.